Nou, gisteravond waren we dus eigenlijk gewoon aan het werk, zoals altijd. En in één keer ging de deur open en er kwamen dus twee jonge mannen binnen die dus voor mijn gevoel helemaal in het zwart waren en goed afgedekt. En ze hadden een pistool in de aanloop. En dat was dus echt, ja, zoals je het in de film ziet, hè? En dat, ja, je schrok je eigenlijk de tering. En ik zat dus achter de telefoon en mijn vrouw was een jonge dame aan het helpen. En ondertussen werd de jonge dame gestript en mijn vrouw werd onder schot gehouden. En die bleef ook cool en die zegt ook gewoon van jongens even rustig aan, doe maar rustig aan. En toen in die tijd ben ik opgestaan en heb een stuk hout gepakt. En ik ben als een hele grote aap gaan roepen van kom maar op, als je nu wilt schieten moet je nu schieten. En anders sla ik je kop eraf. En toen namen ze de benen. Maar dat had ook heel anders af kunnen lopen. Heel anders af kunnen lopen, ja. Maar dat realiseer je eigenlijk pas later. Een andere keer doe je het op een andere manier. Want we gaan natuurlijk wel de boel beter beveiligen. Wanneer kwam dat moment dat u zich realiseerde wat er nou echt gebeurd was? Na die tijd hoor je dat eigenlijk, of voel je dat eigenlijk. Hè? Want dan krijg je pas een beetje, de adrenaline begint dan te zakken. En dan heb je dus echt ja, een beetje le maître. Hè? Heeft u vannacht wel kunnen slapen? Heel slecht. Mijn vrouw zeer goed, maar ik ben het nu kwijt. En ik ga gewoon door en we laten ons hier niet kleineren en pakken door zulke snotneuzen. Ze zijn nog niet gepakt, maar ze weten als ze de volgende keer komen dat ze de kop onder de arm kunnen meenemen. De politie doet dan buurtonderzoek en ze hebben wat telefoontjes gehad. We kunnen ze al een stukje terugtranceren. Misschien lopen ze tegen de lamp. We krijgen heel veel mensen die roepen van blij dat je een peer bent, je bent een sterke man en ja, en we krijgen bloemen en complimentjes en kussen. Ik lijk wel of dat ik eigenlijk ja, een filmster ben, hè? Maar dat ben ik dus niet. Hè? Ik blijf gewoon Jan de Patatboer.